Nou, Versa Welzijn is een welzijnsorganisatie die de inwoners van een wijk centraal stelt. Bij Versa Welzijn staan wij ervoor dat we bijdragen vanuit sociaal werk aan gemeenschappen waar iedereen er mag zijn, mag bijdragen, gezien wordt. En dat doen we in alle buurten en wijken van Gooi en Vechtstreek. De kernwaarden van waaruit wij werken zijn verbinding, vertrouwen en vakmanschap. En dat is zowel binnen de organisatie als in de wijken. Ja, wij werken met wat wij noemen met een mooi woord Rijnlands besturingsmodel. En het betekent vooral dat we er samen van zijn, zeg maar, alsof wij ook een gemeenschap zijn, hetzelfde als die gemeenschappen waar we aan werken. Ieders kennis doet ertoe, ieders inbreng doet ertoe, alle informatie wordt gedeeld. Teams hebben volledig inzicht in hun eigen begroting, in het verloop daarvan. Ze maken hem ook samen met de financieel adviseur. Dus het is heel erg samen doen. Nou, Rijnlands wil zeggen dat wij zelf de regie hebben, dus we hebben geen manager die beslist wat we doen. Maar wij kijken vanuit de kracht van de teams, wat is in de wijk nodig en mogen daarin zelf beslissingen nemen. Nou, elk team die heeft verschillende sterrollen. En als team beslis je vanuit je krachten van wie welke sterrol gaat doen. En zij wordt de aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor een bepaalde dienst. Dat kan dus zijn financiën, P&O, communicatie of contactpersoon met de gemeente. Dat is echt vanuit kracht die je zelf hebt. Nou, je moet vooral lef hebben, denk ik, om bij Versa te kunnen werken. Lef in de zin van initiatief durven te nemen, jezelf echt te laten zien wie je bent, wat je kunt. Maar ook lef om kritisch te zijn op jezelf, maar eventueel ook op teamleden. Hè, met het doel om onszelf steeds beter te maken en steeds beter te laten aansluiten. Wil je ook dat de inwoner centraal staat in je werk? Kijk dan op versawelzijn.nl.